Juice Channel doet vandaag een hele opmerkelijke onthulling over Ali B, maar voornamelijk over zijn vrouw. Ali B is tijdens alle rechtszaken heel erg aanwezig geweest. Hij stond de pers te woord en er mocht worden gefilmd tijdens de rechtszaak. Hij stond het allemaal toe. Uiteindelijk was hij er op de dag van de uitspraak zelf niet bij heel erg vreemd. Wel heeft hij laten weten dat hij tegen elke celstraf in hoger beroep zou gaan. Of hij tot die zitting zijn mond gaat houden, is niet duidelijk, schrijft Juice Channel op Instagram. Wat wel duidelijk is, is dat de media dan een afspraak kunnen maken bij zijn vrouw, want die doet gewoon nog zijn management. Het is toch bizar? Maar het wordt nog beter. Volgens weekblad privé gaat Brechje Ali B ook nog eens proberen te redden. Want natuurlijk, waarom niet? Net als twintig jaar geleden, toen Ali nog worstelde met verboden middelen, gokken en andere verslavingen. Brechtje, de wondermanager, hielp hem toen van zijn gokschulden af en zette hem op de kaart door de opbrengsten van zijn debuutsingle naar Amnesty International te sturen. Een briljante zet die hem roem en rijkdom bracht en haar uiteindelijk heel erg veel ellende. Het is natuurlijk nog niet duidelijk of Brechtje een plan heeft om Ali B zakelijk weer in de markt te zetten en hun financiële toekomst veilig te stellen, schrijft Privé. Maar aangezien het hoger beroep waarschijnlijk nog zeker een jaar op zich laat wachten heeft Brechtje nog even de tijd om een briljante strategie te bedenken. Geen haast, ze heeft dit al eerder gedaan, toch? Toch blijft het een vreselijk domme zet van haar. Dat je financieel iets moet, tuurlijk, maar om nu weer met een man te gaan werken die veroordeeld is voor deze verschrikkelijke zedefeiten en die je twintig jaar heeft bedrogen? Heb een beetje zelfrespect, Brechtje.